Jongens, je moet als molenaar geen hoogtevrees hebben. Frank is met zijn 18 jaar de jongste molenaar van in ieder geval Zuid-Holland. Jij gaat mij laten zien wat de molenaar doet, hè? Waar beginnen we? We gaan eerst boven kijken waar de wind vandaan komt. Ja, dit moet je snel kunnen. Nou, je krijgt hier in ieder geval goede pillen van, als molenaar. Ja, dat zie je wel, hè. Het was 4 jaar, toen vond ik het al helemaal geweldig. En het is er nooit meer uitgegaan. Mogen we hier wel langs? Ja, wij wel. Oh, ja, wel. Nu wel. Ik voel me gelijk 14. Ik vind dit gelijk wel heel indrukwekkend. De molen is al 300 jaar oud en hij doet het nog steeds. Ja, dat vind ik zo mooi. Het is UNESCO werelderfgoed. Daar ben ik mee bezig. Nou, dit doe jij elke ochtend alleen, in je eentje? Ja, dit moet je alleen kunnen. Ja. Nou, we draaien nu de kap van de molen, inclusief wieken, in de wind. Die moeten recht op de wind staan, ja. Anders draaien ze niet. En het is ook goed voor je arm, hè? Dit is fitness. Ze zijn allemaal inderdaad voetballen en gamen en weet ik het allemaal wat. En ik ben de enige die een molen leuk vindt. De vlag die staat nu haaks op de wieken. Dus dan staat hij goed. Nou, Frank, je moet ook geen hoogtevrees hebben als molenaar. Nee, hè? En dan moet je naar boven klimmen. Naar boven klimmen? Je hebt wel zekering, toch? Nee, het is eigenlijk net een ladder. En hopen dat de rem het houdt. Hoe bedoel je? Nee. Nee, eerst naar boven en dan de haakjes. Het is levensgevaarlijk zonder zekering. Ik durf dat hier naar beneden. Jongens, je moet als molenaar geen hoogtevrees hebben. Ja, we hebben een hele bijzondere verzekering. Er staan heel veel molens in Nederland gewoon stil of die draaien bijna nooit, omdat er geen molenaars zijn. Dus het zou heel mooi zijn als er dus nog meer jonge mensen komen. Ja, je krijgt heel veel toeristen, het is gezellig. Het is mooi weer. Lekker met draaien, ja, het is gewoon leuk. Nu gaan we aan dit touw trekken. Dan gaat de rem van de molen eraf. En dan krijgt de wind vrij spel. En dan gaat hij draaien. Dat is natuurlijk waar we al die tijd op hebben zitten wachten. Koffie, zeggen we dan altijd. Ja, dit is wel echt heel vet. Ik kan me voorstellen dat je het hiervoor doet. Ik ben echt heel erg onder de indruk. Ik vind het echt super stoer wat je doet. Het is sowieso super mooi om in zo'n oud gebouw te werken. Het enige wat wel een puntje is. Je moet echt geen hoogtevrees hebben. Nee, nee. Om heel eerlijk te zijn, denk ik dat ik daardoor nooit molenaar zou kunnen worden. Want die wiek die ga ik echt nooit inklimmen hoor. Jawel. Levensgevaarlijk. Echt genieten van het uitzicht. Het is echt mooi. Oké, nou.